Ik weet niet of u in de gauwigheid gezien hebt welke zaal dit is. Ik zit hier op het podium van Musis Sacrum in Arnhem. En Peter de Groot, de drijvende kracht achter deze Leidse koorboeken. En ik heb hier tegelijk aan het conservatorium in Arnhem gestudeerd. Daar kennen we elkaar van. Dat is een mensenleeftijd geleden en wij wisten van toeten nog blazen. Dat hebben we allemaal gaandeweg geleerd. En zo kon het gebeuren dat Peter mij op mijn oude dag vroeg, 6 jaar geleden, of ik zin had om mee te doen met de opnames van die Leidse koorboeken. En ik ben hem daar eigenlijk nog steeds zielsdankbaar voor. Want wat ik allemaal nog geleerd heb sinds die tijd en wat ik allemaal nog voor prachtige muziek heb gezongen en überhaupt voor mijn kiezen heb gehad, waar ik nog nooit van had gehoord, dat kunt u zich niet voorstellen. Elk jaar weer tijdens het opnemen van die muziek van de Leidse koorboeken komt er muziek langs waar ik me zo ontzettend door onderuit gehaald voel en overweldigd voel. En die me dan bijna met stomheid slaat, waar het niet dat ik gewoon moet zingen. Dat ik na afloop van zo'n take dan Peter de Groot betraand in de armen rol en zeg, Pietje, dit was er weer een. Er is heel veel van dat soort muziek. Ik zou het u graag gunnen om daarnaar te komen luisteren, dus luid u dat vooral niet na, want ook dit jaar is er weer heel veel prachtigs wat we voor u gaan doen. Van harte welkom en ik raad het u van harte aan.